Hallo lieve kijkers, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ben hier vandaag niet alleen, ik ben hier namelijk samen met mijn nichtje Lise. Hoi! Ja, Lise, vertel eens wat over jezelf. Nou, ik ben het nichtje van Melanie en Gio en ik ben laatst ook een YouTube kanaal begonnen en nu ben ik hier. Hoi! Hoi! Ik ben er ook. Ja, Lise is dus laatst ook haar eigen YouTube kanaal begonnen. Ik zal het linkje hieronder in de beschrijving zetten. We staan dit keer niet binnen, we hebben namelijk gekozen om buiten te gaan filmen omdat het echt freaking lekker weer is. De zon schijnt ik serieus vol op mijn billen, maar oké. Gotta hide. Big booty. Ja, we gaan dus samen Would You Rather opnemen en dat houdt in, zou je liever blind of doof willen zijn? Als je dit nou een leuke video lijkt, doe dan alvast dat blauw duimpje omhoog en veel kijkplezier. Je vriend betrappen met een andere man of met een andere vrouw? Oh, die is lastig. Shit, man. Ik denk dan toch liever met een andere man. Wat? Waarom? Nou, dat is dan toch weer minder een belediging voor jou of zo. Ja, of ik weet het niet. Nee, natuurlijk niet. Dat is toch juist een ergere belediging. Dat hij liever een man kiest boven jou. Dat hij gewoon liever homo wordt dan dat hij nog langer met jou maar blijft. Maar misschien is hij wel bi. Allebei even erg. Ik bedoel, als hij niet genoeg aan jou heeft, dan rot je maar lekker op. Ja, inderdaad. Hey, zag je dat vliegje? Kijk. Ja, what the fuck? Ja, inderdaad. Weten hoe de wereld vergaat of wanneer de wereld vergaat? Ja, hoe? Nee, shit. Nee, ik denk toch liever hoe. Omdat wanneer ga je er echt naartoe zitten leven, zeg maar. Ja, dan heb je ook niks meer aan je leven. Ja, precies. En hoe, dan kan je een overlevingspakket gaan maken. Een soort zombie-apocalypse. Yep, inderdaad. Dan weet je alvast wat je gaat voorbereiden. Ja, ja. Hoe. Even tussendoor snel iets anders. Ik heb een nieuw shirtje aan. Dit shirtje komt van Come Get Fashion naar... En daar komt binnenkort een shoplog van online, dus dat jullie dat eventjes weten. Een presentatie geven voor 100 mensen in je onderbroek of nooit meer ondergoed kunnen dragen. Presentatie geven voor 100 mensen in je onderbroek. Ik ook. Ja. Inderdaad. 5 jaar in de gevangenis zitten of 5 jaar lang iedere week in elkaar geslagen worden? 5 jaar in de gevangenis zitten. Ja, ik ook. Ja. Gewoon een beetje sociale contacten opdoen en zo. Sociale contacten opdoen en zo. Ja, inderdaad. Maar tegenwoordig heb je gewoon alles in de gevangenis. Zou je liever gif over je voeten krijgen of je kont verbranden? Gif over mijn voeten. Ja? Ja. Ja, maar wat voor gif? Ja, gewoon bijtend gif. Dat je gewoon bijna niet meer kan lopen, denk ik. Dus eigenlijk nooit meer kunnen lopen of nooit meer kunnen zitten. Ja, wat is dit nou weer? Ja, nooit meer kunnen lopen dan. Ja, ik denk het ook. Dan krijg je gewoon een rolstoel. Want als je dan krijg je gewoon een rolstoel. Ja, vind ik ook. Ja. Gif over je voeten krijgen. Ja. Zou je liever altijd een slechte adem hebben of altijd scheten moeten laten? Altijd een slechte adem. Nee, altijd scheten moeten laten. Ja. Want als je niet openbaar bent, niemand weet wie het is. Nee, klopt. Ja, oké, okay, ja. Zou je liever je moeder betrappen tijdens de seks of dat je moeder jou betrapt tijdens de seks? Ja, mijn moeder. Dat zijn fietsers. Oh, echt? Dat jij je moeder betrapt. Ja. Oh, mijn kont staat echt te burnen, jongen. Ja, ik zou liever mijn moeder betrappen. Sorry, mam. Zou je liever altijd shirts dragen met zweetplekken of altijd broeken met poepplekken? Ja, shirts met zweetvlekken. Gadverneem, man. Zo lastig. Het is allebei ik zou toch kiezen voor shirts. Trouwens, als jullie de vogels horen, sorry daarvoor. Ja. Zou je liever elk haartje op je lichaam laten epileren of al je teennagels eraf laten trekken? Haar laten epileren. Echt. Je teen... Ai, no, man. Ik zou ook gaan voor haar epileren. Voor haar epileren. Dat is wel handig ook. Zou je liever altijd een belletje horen als iemand je naam roept? Of nooit meer je naam horen? Altijd een belletje horen als iemand je naam roept. Ik ook, maar ik denk wel dat het vervelend wordt. Ja, maar daar ben je ook wel aan. Ja, dat is ook wel weer waar. Zou je liever een ingebouwde muziekinstallatie hebben in je buik? Of altijd muziek, muziek maken als je loopt? Een muziekinstallatie? Dat is toch hetzelfde? Nee. Ja, in je buik, want dan doe je gewoon zo... Ja. Snap je? Ja, nee hoor, dat is echt flex. Ja, muziekinstallatie in je buik. Zo, hey Melanie, zo... Ja, snap je? Ja, nee, die, je? Ja, die. Ja. Zou je liever terug naar het verleden gaan en die veranderen of de toekomst willen zien? Terug naar het verleden gaan en die veranderen. Ja, ik zou mijn toekomst echt niet willen zien. Dan heb je toch niks meer aan je leven. Ja, oké, ik zou daarvoor kiezen. Ik vind het heel moeilijk. Want hoe ver wil je teruggaan in het verleden tot wat je wil veranderen? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Liever behaarde oksels of behaarde benen? Behaarde benen. Echt? Ja, echt vol behaard? Nee, dan maar ook zo. Ik ook wel. Ja, ik denk aan de broek, maar zomer en dingen. Ja. Nee, never mind. Zou je liever iemands toekomst kunnen voorspellen of iemands gedachten kunnen lezen? Gedachten kunnen lezen sowieso. Er zit een beetje in je haar. Ja, hij is weg. Oké, dank je.
Ja, dacht ik kunnen lezen. Ja, ik ook wel, denk dan ik. Dan heb je echt gewoon ruzie met de hele wereld. En even om de video af te sluiten. Zou je liever ontzettend dom of hoogbegaafd zijn? Hoogbegaafd. Ja, tuurlijk. Dan kan je iedereen die domme opmerkingen maakt verbeteren. Ja, en je gaat gewoon fucking veel geld verdienen. Ja, precies dat. Ja, hoogbegaafd zijn. Yes. Yep. Ik heb het zo hard. Ik ook. Ik ga echt dood. Oké, gaan we afsluiten? What the fuck? Nou, dan was dit de video alweer. En wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Dit waren alle dingen zoals wij... Really? Why you gotta be like that? Mijn brand staat te verbranden. Wat? Mijn kont staat te verbranden. Nou, dan was dit het video alweer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En dit is eigenlijk hoe wij al deze situaties, would you rather's, zouden oplossen. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan nog eventjes dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer ook zeker eventjes op Lisa haar kanaal. Linkje staat in de beschrijving. Dat heb ik al gezegd aan het begin van de video. Maar dat maakt niet uit. En dan wil ik jullie... Als je een leuke video vond, ook de duimpje omhoog. Wat? Als je geen leuke video vond. Als je het geen leuke video vond, doe dan zeker even dat duimpje omhoog. Groetjes van mijn vader daar. En dan wil ik jullie nogmaals heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En zie ik jullie snel weer. Doei!